Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is alweer vandaag 22 januari 2018. Het gaat lekker hard en snel. Ja, het is nu 10:28/29. Ik zou zeggen, welkom bij deze vlog en heel veel kijkplezier ook namens hen. Wat jullie dus al wel kunnen zien, loop ik dus al lekker in het park met de honden. Ja, ik wou er eigenlijk niet uit, maar ik moet eruit, want ik moet straks om 12 uur werken. Dus ja, dus dan moet je eruit. Dat is even nieuw, maar dus dan maar even met hun gelijk even het park in. En dan zie ik Ro ook zo meteen wel hier aan. Dus, en anders maar niet, dan zie ik hem straks wel weer ergens anders. Toch? Die vindt het ook leuk om daar al iets te gaan betekenen. Dus ik weet niet of ik jullie daarin mee mag nemen. Heb ik gisteren ook niet echt eigenlijk gevraagd. Maar... En anders vlog ik alleen de hondjes. Die hondjes hebben nog wel een eigenaar. Dus gelukkig. Want ik zit namelijk in de seniorenclub voor honden. Die laat ik dus uit. We laten ze uit. Dus, en er is dan ook een hele andere hondje. En die heeft ook een hele leuke naam. Dus ik ga lopen met Amber. Ja. Dus, ja, Amber. Ja, ik ga lopen met Amber. Ja, vind ik leuk. Hey. Hij is er ook weer. Ja. En wat viel het jou nu op? Spelen is nogal ruw. Dan is het oog ruw. Maar ze is nog wel heel voorzichtig met haar kleintje. En ze zit ontzettend uit te dagen. Wie van de twee? Die zwarte. Ja, Lady. Dus niet discriminatie. Lady, ja. Ja, hij is dat nog niet gewend en dat ik dus met name gooi. Ja. Oh, ja. Leuk. Is dit zo'n hondenuitlaatdienst? Nee. Ja, je komt er toch op, mevrouw. Sorry. Ik ben aan het vloggen. Dit kan wel gelijk een bedraging zijn ook voor haar. Dat is het probleem. Kom hier. Kom maar. Koekie. Kom. Koekje, kom. Kom. Kom maar, Koekie. Ja, goed zo, lovely. Zitten. Koekie, kom. Lady. Lady. Oh ja, zij weer de tak. Die leuke, aardige mevrouw. Ik mag je filmen, sorry. Ik kan er gewoon langs hoor. Ze doet geen ene fuck. Trut. Wat is dat dan? Laat maar kijken. Laat maar kijken dan. Laat maar kijken dan. Wat word jij mooi. Nou, wij zijn dus weer onderweg weg. Ja. Voor de tweede keer. Op naar ons werk. Ja, nieuw werk. Ja. En dat geeft ook heel veel voldoening. Niet alleen voor ons, nee. Nee. Vooral voor onze klanten. Ja, echt hè? Ja. Want? Ja, ik vind het eigenlijk een beetje duaal gevoel. Ja? Nee, maar het is een...
Ja, pension voor oudere dieren. Ja. De meeste dieren hebben nog een baas en die moet dan naar een verzorgingsinstituut waar geen huisdieren mogen komen. Ja. Dan denk ik van nou, dan breng ik ze daar, dan mag ik ze nog eventjes zien, kijken, haaien. Ja. Mag wel. Maar de rest van de tijd zit ze een beetje op elkaar aangewezen. En ja, dan hebben ze een leuk speelterreintje, maar dat wordt binnenkort afgepakt door een hotel, een restaurantketen. Ja. En dat wordt dan verplaatst naar de andere kant, waar wel ruimte is. Dus onderhoud loopt een beetje achter. Dat is begrijpelijk. Ja, je gaat niet kosten maken voor iets wat toch gesloopt gaat worden. Nee, precies. Dus accommodatie is niet helemaal juk van het, maar ik hoop dat de nieuwe locatie straks een stuk beter is. Als ik ergens kan filmen, Snikky. Snikky. Dan ga ik dat juist proberen. Zodat jullie ook even een kleine beeld gaan krijgen waar wij dus voor werken. Ja. En als het ons lukt, en dan ga ik ook dus nog een brief schrijven naar het hogerop. Ja. Nou, dit is dus een soort van hokje waar een hond zit, wel buiten terrein. Het is wel een husky. Ja. Maar borstelen is ze helemaal niks gewend. Dus even 2 minuten en dan vindt ze het goed. Dus en ik ga er ook nog niet filmen, want ik weet niet wat hier al wel in niet mag. Dus ja. Kijk, en dat is de husky in spe. Ja. En dan zo'n mandje. Ja. Zo. En wat ben jij aan het doen? Hondenhaaien. Professioneel hondenhaaien. Echt, hè? Ik heb al de handen tekort. Ja. Neem een meisje. Nou, die is eigenlijk heel schrikkerig. Kom maar. Kom maar, wijfje. Kom maar. Nee? Nou, dit is eigenlijk een verblijf. Vrouw, die zit hier. Hartstikke idee. Alles op en op een memo. Als ze moeten gaan eten, dan worden ze daar aan vastgemaakt. Een hele hok. En daar staat Julia. Mijn lievelingetje. En dit is dus de groene kamer. Daarom ook alles in het groen en daarom hebben ze dus groene labeltjes. En deze honden hebben allemaal dus nog een baasje. Alleen ze kunnen helaas dan niet meer voor ze zorgen, omdat ze dus of in een bejaardentehuis zitten of gewoon ja, niet meer goed te been kunnen zijn. En dan komen ze dus hier al. Ja. Hé. Hey. Ja. Ja. Wat ben jij mooi? Ja. En jij ook. Ja. En jij ook. Die ook. Ja, en Rauw die heeft wat met kleine hondjes. Nou, niet normaal doen jij. Hey. Oké, nou we komen weer net van onze werk af. Het is nou net 2:06. Ik loop een beetje met mijn jas los, weet ik. Het waait hier, maar oké, geef niet. Nee. We gaan dus nu eerst even wat broodje eten en ik moet eventjes naar de wc. Ja, ook nog. Nog steeds. Ja, alweer. Nog steeds, alweer. Alweer, nog steeds. Ja, dat doen we dus daar. Gaan we dus even wat eten. Ja, want ik heb gewoon trek. Dus, maar er zit even iets niet lekker in mijn maag, maar dat horen jullie zo meteen wel van mij. Ja, binnen. Nou, ik zit dus nu even ongegeneerd op de wc. Maar oké, ik ga nu zo meteen even naar de koning hier al naast. Even een hapje eten en dan horen jullie zo meteen wel waarom ik me niet echt helemaal lekker in mijn velletje zit. Nou ja, wel lekker in mijn velletje, maar het gaat over het werk en wat we doen. Dus ja, komt zo meteen. Nou, ik ga liggen bij deze. Ik heb eens een keertje mosterd op mijn rookworst. Ja. En hij heeft ook mosterd. Lekker. Op de onderkant. Onderop. Lekker. Is dat echt zo lekker? Ja, lekker. Mooi. Lekker dubbel nemen, namelijk. Dubbel? Ah, jij gaat liegen. Zo liegen. Omdat jij gaat liegen. Waarom ga ik liegen? Omdat je mosterd op je eten hebt. En dan ga je liegen. Oké, dit is geen mosterd. Franse mosterd.
that's all. Ja, mosterd. Heb jij plassie gedaan? Oh ja, gas, kijk eens hier al. Even kijk eens. Zo, Hi, kind. Hoi. Was je er ook? Oeh, lovely, kijk eens. Zitten. Ja, dus, kijk. Kijk dan. Wat is een camera, schat? Ja, dat is mijn camera. Tut. Spring je en tegen mijn camera op. Ja, ook fijn. Ik ga jou pesten. Ik ga jou pesten. En toen? Nee? Vind je het niet leuk? Nee? Is goed, schat. Oh, hij was al uitgezoomd. Ja. Lovely. Hè? Goeie. Wat graag. Ik ruik naar honden. Hey, kleine. Nee. Kijk eens. Zo, er zit even iemand voor mijn pc. Mag dat zomaar? Nee, ik zit op jouw stoel. Mag dat? Dat mag ik ook niet. Nee. Terug. Ja, is goed. Maar wat ben je allemaal aan het doen? Muziek aan het luisteren. Muziek aan het luisteren, want? Wat ben je allemaal aan het doen? Ik heb hier een aantal liedjes. Ja. En ik heb altijd aan het luisteren. En dan probeer ik het te klassificeren in waar het eventueel voor gebruikt kan worden. Ja. Bijvoorbeeld iets van uptempo, dat je een beetje snelheid in het filmpje kan krijgen. Ja. Of hele rustige muziek als je iets aan het vertellen bent en je wil een klein achtergrondmuziekje onder hebben. Of zoals deze, voor de GoPro. Dat is best leuk. Ja, maar dat moet wel eerst en ook wel eerst en mijn fiets het weer doen. Nee, maar goed, dat zijn gewoon de GoPro-vlogs die je al gemaakt hebt. Dus kunnen we daar eventueel iets... Ja.
Ja, maar dan alweer opnieuw uploaden en dat schiet niet op dan, hè? Nee, maar ik hoop gewoon die nog in de maak is. Ja, precies. Ja, we gaan het meedoen en dan uploaden. Dat is leuk. Leuk. Is iemand lekker aan het eten? Er is lekker iemand aan het slapen en ik zag net nog één en die zit onder de stoel. Ja! Nou, Speedy ligt lekker bij me. Ja, Lady ligt lekker bij me. Ja. En daar ligt Lovely. Ja. En daar ligt de Raki. Ja. Nou, en ik ben lekker tv aan het kijken met Rode. Rick en Lely is nu in de keuken. Ja, en we zijn dus nu tv aan het kijken, de spa. Vaste prik, 11:30. Hé, hey, was je er ook? Ja, dat is mooi dat je er ook bent. Hoe gaat het met jou? Nou, wel goed. Nou, lekker kort, maar krachtig. Toch? Maar vertel. Toch? Zo wel? Ja, lekker, maar hoe gaat het met jou? Nou, wel goed, wel goed. Ik heb even een twee vlogjes in elkaar geknutseld. Ja. Een GoPro vlog en een vlog van je moeder. Dat bestaat uit twee andere vlogjes. En daar een beetje effect op losgelaten. Kijk wat het wordt. Mooi zo. Dus top. Dat scheelt je. Ja. En ga je ook zelf wat drinken pakken? Ja, dat denk ik wel, ja. Dat is goed zo. Top. Ja, toch? Ja. Oké. Nou, ik ben niet echt helemaal... wakker, ik ben gewoon een beetje moe. En dat moet ook kunnen. Dat is Keetje en de ware Karin en die een beetje moe is. Brak. Bleh. Ja, nou oké. Okay. Nou, bij deze wil ik gelijk mijn vlog afsluiten. Ik zou zeggen, dank jullie wel weer voor het kijken. Doe vooral een blauw duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal en doe het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. En ja... Dan zou ik zeggen, tot de volgende vlog maar weer.